Wacht, wat is dat daarboven? Toen dacht ik, huh? Huh? Zie je dat? What the fuck is dat? Het lijkt alsof dat schermpje zo is, maar is... Huh? Een schaduw. Niet het schermpje. Een ghost. Zo crazy. Ja. Ik wil deze weer echt eten. Ja, oké, laten we het eten. Oh. Maar we zijn nog helemaal niet... Ik moet nog in mijn intro nog doen, jongens. Ja, sorry. Ga je gang. Dames en heren. Oké. Iedereen, vandaag ben ik met Amelie. En we gaan, as you can see, een sushi mukbang opnemen. Dit is mijn eerste op mijn kanaal. Je bent de eerste. Anyways, ik heb net op social media gevraagd en Amelie ook. Of jullie vragen hadden of onderwerpen of iets. Dus die gaan we beantwoorden. Ja. En we zien het wel waar we komen. Hier is een cactus. Ja, die wilde er heel graag bij. Ja. Ja, we hebben makies met komkommer, ei, toch? Ja. En zalm. Dat is een uromaki van gepaneerde garnaal met avocado. California uromaki. Ja. Dit is een tofu rol. Ja, oh mijn god. Dit heb ik dus nog nooit gegeten. En ik tofu zakje. En we hebben rainbow maki. Er zit in rainbow zalm, tonijn en avocado. Ja. We hebben een avocado nigiri, tamago nigiri. En dus de paling, die we nog nooit hadden gehad. Ja, dat gaan we dus nu. En de Sint-Jacobsgel. Dus we zijn heel benieuwd. Ja, ik weet dat ik paling lekker vind hoor. Ik vind paling ook lekker, maar... Ja, maar jij kent paling met uitjes. Ja. Het is een hele andere paling. Het is een beetje Japanse... Ik weet het niet. Dit is mijn echt de grootste kunst ever. Dat ben ik zelf, ja. Nee, maar ik ben het altijd met jou. Ik laat alles vallen bij jou. Alles. Ja. Je stond net op mijn kat. Dat bedoel ik. Ja. Zal ik eens kijken wat voor dingetjes ik binnen heb gekregen? Want sowieso, de eerste die ik binnen kreeg is hoe we elkaar ontmoet. Hoe we elkaar hebben ontmoet. Vertel. Ik weet het, maar ik weet het niet meer precies. Ik weet het wel. Ik weet het niet. Maar we kennen elkaar gewoon van YouTube en Instagram. Ja. Want jij had gewoon bij mij gereageerd naar aanleiding van de video die ik met Sabrina heb opgenomen. En toen had jij gereageerd, toen dacht ik, oh, dit is Romane. Want ik wist van jou toen jij met Sabrina een video hebt opgenomen over Oreo koekjes. Oh ja. Dat is wel even terug gehad, toch? Heel lang geleden. Ja. Mm. Dus eigenlijk, we kennen elkaar best wel lang. Maar we zien elkaar nog niet zo lang. Met het event van Vogue. Ja. Ik heb altijd dat. Weet je wel, mensen van internet en die een beetje hetzelfde doen en hetzelfde leuk vinden en zo. Dat klikt meestal gewoon. Ja. Maar sowieso hadden wij allebei heel erg het gevoel na dat event. Gingen we uit eten nog, eerst even. Ja. Dat we sowieso allebei hadden van... Alsof we elkaar al jaren kennen. Ja. Ja, dat vind ik zo raar als dat is. En dan denk je echt... Maar met jou heb ik dat heel erg, zeg maar. Ja, ik heb het ook echt met jou. Zo, ja. Maar dat is raar, toch? Ja, dat vind ik wel raar. Het is gewoon een reason, hè? It's meant to be. Ja. Zullen we ook die Sint-Jacobsgel proberen? Want ik moet het echt weten hoe het smaakt. Oké, pizza of patat? Pizza. Nee. Patat. Ik ook. En een soja? Soja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Het was me echt heel glibberig en ik denk het is ook snotterige even. Vis. Ik vind het wel lekker. Ja. Maar niets bijzonder. Ik vind, ik vind het Sint-Jacobsgel meestal lekkerder bij andere dingen, niet per se. De vraag is die ik nu heb binnengekregen, zou je van YouTube ooit je baan willen maken of hou je liever zekerheid en hou je altijd een andere baan ernaast? Nou. Dan ga ik je even vertellen wat mijn mening over is. Ja, je. 1. Je hebt nooit zekerheid. Ik denk, maar bij elke baan kan je sowieso ontslagen worden. Ja. Dus, maar ik snap inderdaad het zekerheidsding wel. En YouTube zou ik... Ik zou YouTube niet mijn baan... Ik zou niet van YouTube mijn baan willen maken, maar wel echt erbij. Maar ik zou wel bijvoorbeeld freelance, voor bedrijven werken, met bedrijven. En Instagram vind ik ook vet leuk en mijn blog. En gewoon erbij, weet je wel. Mm-hmm. Maar... Ik ben er ook echt nog aan het twijfelen. Ik studeer namelijk nog. Maar ik zie mezelf gewoon niet in een kantoorbaan 9 tot 5. I cannot do it. Like, I can't. Ik word gek. Ik moet gewoon bewegen en weet je wel, ik kan het gewoon niet. Nee. Dus dat. Ik heb een fulltime baan. Een kantoorbaan. Ja. Maar ik werk al fulltime vanaf mijn 17 of zo. Mm-hmm. En ik snap heel erg wat je zegt. Maar kijk, als het zou kunnen, had ik al lang freelance gedaan en dit dat zo gedaan. Ja. Maar dat is me nog niet echt gegund of zo. Maar aan de andere kant, ik vind mijn baan super leuk. Daarom. Ik denk dat het sowieso, ik vind het sowieso super belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt. Ja. Niet om het geld, niet om die andere bullshit, gewoon puur omdat je het leuk vindt. Want dan ga je niet met zo'n hoofd naar je baan, weet je wel? Dat wil ik gewoon niet. Nee, precies. Maar ik vind mijn baan ook wel echt leuk. Ja. Ik heb natuurlijk ook minder vind je het niet hoor. Vervelend dat je zeg maar
verbonden ben aan 9 tot 5. Jawel. Elke dag. Ik merk nu dat ik daar wel moeite mee heb. Ja, want ik vind het zo chill om eigen tijd in te plannen. Mm-hmm. En dat ik dan denk van, oh, dan doe ik dat. En ook al ben je ook dezelfde, je bent zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Ook 40 uur misschien bezig in de week. Weet je, als je voor bedrijven werkt of voor projecten. Is ook voor, zo, waarschijnlijk wel meer. Misschien wel meer. Maar dan kan je tenminste wel zelf een soort van. Ja, is ook zo. Nou, ik heb wel, kijk, ik werk al best wel lang bij het bedrijf waar ik nu ben. En ik ben een beetje doorgegroeid en zo. Dus dan, ja, op een gegeven moment dan weet iedereen alles van je en oké. Maar voordat ik hier een baan aangeboden kreeg, had ik al mijn YouTube kanaal. Want ik werk bij mijn eigen YouTube netwerk waar ik bij aangesloten zit. Daarbij werk ik. Dus toen wisten ze dat ik aan YouTube deed. Dus dan hebben ze me een baan aangeboden met, je kan 3 dagen in de week thuis werken. En dan kan je je pauzes kan je filmen. En dat is dus wat ik doe. Ik werk niet 2 dagen in de week thuis. Is wel chill, maar super stressvol. En ik ben in de nacht als editen en zo. Ja. Dus dat is niet cool. Nee. Maar over een ander ding, over een baanzekerheid. Ik loop echt veel te lullen, maar dat maakt niet uit. Maar... Zeg maar, ik had een vast contract. En toen werd ik geoutsourced, zeg maar. Mijn functie werd geoutsourced. Oftewel, iemand in Suriname ging mijn baan doen. Want dat was 10 keer goedkoper. Dus moesten ze, ja, dus het bedrijf, een vast contract bedoel ik dus zeggen. Dat zegt niks meer. Dat bedoelde ik aan het begin. Want het is gewoon zo. Maar niks is zeker. Mm-mm. Je kan morgen ook van de trap vallen en doodgaan. Ja, sorry. Is ook zo. Toch? Maar als je daarover nagedacht, word je helemaal gek. Dus, maar ik zat trouwens niet van mijn YouTube kanaal zo... Mijn baan willen maken. Nee man, ik vind het zo oppervlakkig. Jij edit heel creatief bijvoorbeeld. Kijk, de video's van Romane zijn super vet geëdit. Mooie intro. Die van mij is gewoon vloggen, knippen, plakken. Ja, maar jij vindt edit ook niet leuk. Nee. Die egg is trouwens super lekker. Dan moet je die even eten. Ja. Maar ik zou wel op YouTube... hoe heet dat? Bekend willen worden. Bekender. Ja, want zo ben ik ook. Ik wil wel veel views houden voor een video natuurlijk. Dat wil ik wel. Weet je wat is? Ik ook. Maar nu de laatste tijd boeit het me veel minder. Ja, maar je hebt het echt losgelaten wel ook. Hè? Ja, ik heb het echt losgelaten. Maar het is zeg maar, ja, omdat ik het gewoon miste, weet je wel. Ik heb echt 6 maanden niet geüpload door mijn stage en vet druk en zo. Ja, en toen miste ik eigenlijk gewoon mijn creativiteit niet kwijt. Ik kon het wel kwijt in het bedrijf, maar niet voor mijn eigen. Dat is veel anders. Wel balen dat je zeg maar eerst 30.000, 40.000 views per video haalt en nu... 3.000, weet je wel, like, dat is echt een huge verschil. En dan, denk, dan ga je wel nadenken van, oh, vinden ze het wel leuk? Je interesseert zeg maar veel meer de mensen die gewoon kijken, snap je? Ja, is ook zo. En dan denk ik, het komt vanzelf wel weer. Ja. Als je mij gelooft. Ja, dat is ook zo. Dat denk ik echt. En het allerbelangrijkste is wel alsnog dat je het leuk vindt. Maar... Dit is heel de basis van YouTube. De mensen die nu, sommige mensen die nu beginnen gaan allemaal, voor het geld, samenwerking. Denk ik, ja, zo kom je er echt niet hoor. Nee, en mensen die denken... Ik ben 4 jaar geleden begonnen, hè? Ja, daarom. Ik 3 jaar. 4 jaar. Ik 4 jaar. Ja, 4 jaar. Ja. Een paar jaar terug, echt 10 jaar geleden of zo. Welke? Ik ga het nu vertellen. Ik had 10 was, nee, 12, dat ik YouTube deed. Ja. Ja. Maar, je dan nog alles mensen? Dat bedoel ik dus met creatief. Jij maakte een shot, kijk, ik weet dat gewoon helemaal nog. Dat je je stoel naar achter schoof. Dat je camera ging filmen. Ja. Nou, je mails ging filmen. Allemaal dat soort dingen. Kijk, dat doe ik dan maar niet. Nee. Maar ik bedoel, dan zie je ook alweer echt hoe ontzettend creatief jij bent. En dat je het gewoon super hit. Dat jij het heel erg in je hebt zitten. En dat is super vet gewoon natuurlijk. Ja, en dan dat je jouw beeld laat zien, toch? Ja, leuk. Maar het hele ding van het verhaal, zeg maar, als je me niet hebt gezien, ik zal het wel hieronder zetten. Of in de beschrijving. Zeg maar, die mensen uit mijn middelbare school. Die lachten mij gewoon uit omdat YouTube helemaal geen ding was toen. Mensen dachten, what the fuck is YouTube? En waarom dat je jezelf inzet? En waarom... Maar toen had ik het al, van ik laat mijn dingen zien en creativiteit. En het was nog met tasken en weet je wel, en dat soort mensen. En toen ben ik ook mee gekapt. Ik wilde gewoon niet uitgelachen worden. Maar nu, wat grappig is, dat die mensen mij op Instagram volgen. Mij op dingen denk ik echt. Ja, beter. Fuck you all. Maar dat is altijd, when goes on comes around. Ik bedoel, doe eens even rustig. Ja. Ik heb sowieso niet op mensen die zo lopen orde. Kijk. Nou, ik ook niet. Dat slaat nergens op. Ik bedoel, ik heb een mening en ik oordeel heus over mensen, maar gewoon zo uitlachen of whatever. Dat weet je heftig hoe man. Fucking heftig dat was. Ja. Dus succesvol worden hebben we helemaal niet over gesproken. Ja, op zich wel. Weet je wel. Ik denk, als je succesvol wil worden, dat je iets moet doen wat je leuk vindt. Ja. That's it. En er echt heel hard voor werken. Ja. Want het komt echt niet zomaar. Gewoon die hard werken. Oké, wat zijn je favoriete winkels en trends van 2018? Oh, ik ben helemaal niet goed in trends. Wat vind je zeg maar de laatste periode dan leuk om leuke te winkels? Dragen? Oh. Ja, winkels kan ook. Ik vind bijvoorbeeld leuk om prints nu een beetje door elkaar te verwisselen. Ja, vind jij leuk dan? Hoe kan? Laat je moed. Ik zit bijna niet. Strepen.
Hoe heet zulke broeken dan? Het is niet flare, maar het is zeg maar gewoon zo, weet je wel? Oh, recht. Ja, gewoon recht, maar wel lossig. Culotte. Nou, nee, niet culotte. Culotte loopt zo. Nee, het is maar zo'n storm, maar dan dat. Mm-hmm. En ik vind een kooltrui heel leuk. Maar dan, het is zeg maar, bij mij is het echt classy en comfy. Ik kan ook heel classy zijn, maar ook heel comfy. Weet je, met een sweater en mijn lange trenchcoat of zo. En dan ja. Gewoon chill met sneakers. Beetje maar toch classy, zeg maar, altijd wel. En you? Nou, ik droeg altijd alleen maar zwart en nu draag ik kleur. Ja. Maar we hebben allebei ik dacht, soort. Ja, klopt. Maar ik draag nog steeds heel veel zwart. Ik ook nog steeds, maar wel veel meer kleur. En ik ja, koop ik ook echt kleur nu. Ja, ik ook. Ik ben er wel bewust van dat het niet meer kan. Mm. By the way. Oh ja. Favoriete winkel? Oh ja. Wacht, kledingwinkel gewoon niet online dan, hè? Oké, online. Nee, Urban Outfitters. Weekday. Mm, Urban Outfitters. Weekday. Maar wij hebben dezelfde winkel. Altijd als we gaan winkelen, dan gaan we gewoon dezelfde route gooien. Ik wil altijd. Zara. Weekday, Urban Outfitters. En dan soms Stradivarius vind ik wel leuk. Oh ja, daar had je me mee meegenomen. Roze coat, ja. Hé, ja. Roze coat heb je daar gekocht. Nee, online is heel veel inderdaad. Maar mijn main favorite is denk ik ASOS. Ik ben nooit op ASOS besteld. Oh my god, dat moeten wij doen. Outfits voor elkaar bestellen op ASOS. Of op een webshop. Maar ASOS is gewoon relaxed. Want op ASOS zijn heel veel merken. Ja, ik ken het. Oh my god, vonden jullie deze foto die Ro gaat inediten niet super leuk? Ik denk die Ivy Revel. Revel. Ja, heel lief. Dat was echt zo leuk. En dat was niet per se Ro, maar ouder echt, comfort zone. Totaal niet mijn stijl. Maar heel leuk. Ik had echt vet veel leuke reacties gekregen. Ja, daarom. Okay. Willen jullie vaker sushi mukbangs of normale mukbangs? Ik weet niet wat voor normale pizza. Pizza is ook lekker. Hadden we ook kunnen bestellen. Ik weet het niet wel. Wat is je schoenmaat? Nee, dat weet ik wel. We hebben schoenen gekocht laatst. Welke vraag? 50? Ik weet jouw schoenmaat niet. 40. Echt? Ja. Nou, maar easy. Easy peasy. Ik heb wel veel op je iPod. Mijn iPod? Oh my god, welke iPod heb ik gehad? Ik had iPod Nano. iPod die... Video had ik ook. Wat is die? Die je hebt een iPhone leek. iPod Video. iPod Video. iPod 4 was het toch of zo? Nee, iPod Video. Met een scherm bedoel je toch? Ja. Je toch een video? Echt en ik had ook nog MP3. Oh, dan wel Discman. Nee, dat is een iPod Classic, sorry. Oh nee, die bedoel ik niet. Oh. Ik had één later. Nee, die had ik niet. Deze. Ik heb een cassette recorder en zo gehad. Die zat op mijn heup. Oh nee, dat deed zo ver. Nee, toen was ik wel. Nee, dat was nog wel. Dat was niet bij mijn tijd nog. Je bent toch net iets ouder. Zoals je dat heb je nog net meegemaakt. Toen was ik 2 of 4. Ja, oké. Okay. Je bent heel oud, ja. Ben ik? 22. Ja, schip 3 jaar. Ik word 26 dit jaar. Ik dacht dat je 26 was. Ben ik 26? Ik word 92. Ben ik al 26? Nee. Wacht even. Nee, ik word dit jaar 26. Oh, oké. Okay. Van welk geluid hou je? Van welk geluid hou ik? Vogels. Oh, ja. Dat wilde ik net zeggen. De zee. Wind. Ik wil de wind zeggen. Wind. Ja? Oh, zo. Ja, oké. Wat is je minst favoriete vervoersmiddel? 3, 2, 1, auto. Tram. Hoi, pack. Tram. Minst. Oh, minst! Jij dacht dat ik de tram favoriet. Ik haat de tram. Als je zeg maar, ik moet ranken, ja? Gewoon auto. Oké, maar welke gaan we meedoen? Bus, auto. Nee, maar auto is. Jawel. Ja, dan heb ik een openbaar vervoer. Vlog, sorry. Bus. Auto, trein, tram, metro. Tram, metro, trein, bus, auto. Nee, ik weet al, want jij zit sowieso een trein nu heel hoog. Tram, metro, bus, trein, auto. Voor mij? Voor mij. Ook voor jou. En het leukste heb ik mee geëindigd. Maar ik denk dat jij wel bijna hetzelfde hebt. Ja, alleen bus staat wel onderaan bij mij. Het onder de tram? Nee, boven de tram. Maar metro is beter dan de bus, sowieso. Metro is freaking nice. Ja, de bus gaat vroeg. Oké. Als je je voornaam zou veranderen, waar zou je dan veranderen? Ja. Moeilijk. Nee, vind ik wel moeilijk. Moeilijk. Ja, maar ik vind jou echt een Romaan. Ja, maar ik vind jou ook een ME. Ik vind je niet een Lisa of zo. Nee, ik bedoel, jouw hoofd past niet bij een Lisa of bij een Patricia. Of een Samantha. Peter. Oh nee. Kimberly. Peter. Nee, duh. Ik wilde Petra zeggen, niet Peter. Korte. Eva.
Het is kort, maar ik vind niet. Lot of zo vind ik leuk. Lot? Maar, ja. Maar ik zou niet mijn kinderen zo noemen, denk ik. Oh. Maar Lot vind ik. Ik vind het wel leuk. Ja, het is Lot spontaan. Lekker vlot en zo spontaan, ja. Inderdaad. Ja. Dat vind ik wel cool, maar. Jij? Ik zal mijn tweede naam even veranderen. Huh? Samira. Dat is een Marokkaanse naam. Oh, is het niet. Maar je hebt een Franse voornaam. Mm-hmm. Je t'aime. Hm? Je t'aime. Ja, ik snap het, maar waarom zei je het? Zeg maar. Maar dat is mijn naam. Huh? Oh! Wow. Jij bent hier Frans, hè? Ik snap echt helemaal de link niet. Ik dacht echt, huh? Ik zeg. Ik zeg. 2000 years later. Dit is een Franse voornaam. Ja, ik vind Céline een hele mooie naam. Maar dan op zijn Frans. Niet Céline, zeg maar Céline. Mm-hmm. Mm. Luna. Ik ga ondertussen even. Heet een manual. Het kan doen. Nee, maar ja. Dit is zo lekker. Dit smaakt als een crêpe. Mm. Weet je. Het is zoete. Mooi. Zoete tofu. Hallo. Ziek. Ja. Hallo. Wil je even van ons? Want we hebben echt over. Ja, we hebben echt over. We hebben echt veel te veel. Het is gewoon weer nog een vraag voor ons. Ja. Je moet even aan ons een vraag stellen wat rode kijkers misschien wel zouden willen weten. Of wat een leuke vraag is, maar niet over reizen. Okay. YouTube of succes? Ja, interview. Daarover niet. Interview. Gaat er echt lang zitten. Ja. Ja, maar ik vind het echt wel een simpele vraag te doen, want je favoriete kleur is, weet je wel. Wat is je favoriete kleur? Roze. Nee, me too, want als je zwart geen kleur, anders had ik zwart gekozen. Gewoon. Zitten we ook opeens verder weg of zo? Something changed. Nee, ik weet het al. We hebben nu heel veel scherpte, zeg maar, diepte, nee. Omdat het heel donker was achter ons. Nu zie je opeens al de troep van mijn huis. Wat is je laatste afspraak? Ik heb One Time van SFP, deze. Oh ja, die is oud! Alaka. Zou je doen als we nooit meer morgen samen zijn? Ben je allebei of Marco? Ik ben wel allebei. Hey, wat zou je doen? Nee, oh nee, kun je ben ik ook echt. Turn fingers in the lamp, come on, come on! Dat was zo leuk, hè? Als je woonde in Baghdad. Dan. Nee, 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 maar. Ik denk dat we wel op een einde zijn. Ja, ik denk het ook. We hebben nog heel veel sushi over. Maar dat gaan we nog wel even opeten, maar even over 10 minuten. We hebben een hele leuke video. Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar ik weet gewoon dat hij leuk was. Oké, hele leuke video op een medekanaal. Oh, die, dat niet bedoeld. We hebben net een hele leuke video opgenomen. Ik ga vertellen wat we daar hebben gedaan. Ja, tuurlijk. We zijn aan het vintage shoppen. Als je de video wilt checken. Linkje staat hieronder. We zijn echt niet donker. Kijk nou, je ziet nog niet eens. Oh my god, dat wil ik niet doen. Kan je hier staan? Anyways, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Dankjewel. Doe je de wind. Oké, wij zien jullie later. Doeg. Doei doei.